De leukste manier van internetten is natuurlijk als je je chatpartner ook daadwerkelijk kunt zien. En dat kan met het systeem See You, See Me, waarbij je dus een klein cameraatje op de rand van je computer monteert. Ik heb nu rechtstreeks contact met Adam Curry via het internet. En Adam, jij gaat mij dadelijk alles vertellen over See You, See Me. Ja, Daphne, en jij ziet me nu al, dus als ik je straks ook nog kan zien, dan hebben we een feestje, geloof ik. Adam, het lijkt allemaal zo makkelijk, dat See You, See Me, maar hoe gaat het nou eigenlijk precies in zijn werk? Nou, wat je als eerste moet doen is een programmaatje downloaden bij de Universiteit van Cornell in Amerika. Dat kan je voor zowel Macintosh als Windows kun je dat gebruiken. Vervolgens installeer je dat op je Macintosh of Windows computer en dan kan je het al ontvangen. Om te zenden heb je voor de Macintosh op minst een klein bolcameraatje nodig. Of een videokaart, maar hetzelfde voor een Windows-machine. Zijn er al veel internetgebruikers die dit systeem gebruiken? Ja, wij merken heel veel mensen die ermee bezig zijn. Wat ik straks ga laten zien is dat je ook de Space Shuttle ermee kan bekijken. Er zijn een aantal televisiestations die echt uitzenden op het internet met CUCME. En laatst waren er een paar vogeltjes bij mij in de achtertuin die een nest hadden gebouwd. Dat vond ik toevallig, althans mijn poes vond die, maar ik vond de poes net op tijd. Toen heb ik een week lang de camera precies op het nestje gezet, zodat iedereen over de hele wereld precies kon kijken hoe natuur werkt. Hè? Met de moeder die dan wurmpjes kan brengen en uiteindelijk hoe die vogels wegvlogen. En dat is natuurlijk heel leuk en zo wordt het goed en veel gebruikt. Om even een Hollandse vraag te stellen, is dit nou duur? Nou, nogmaals, het programma zelf is gratis. Je kunt het zo van het internet downloaden. Het enige wat je in feite betaalt, jij betaalt voor jouw aansluiting op het internet in Hilversum. Dat kan in feite een telefoonverbinding zijn. Ik doe hetzelfde hier in New York. Die kosten van de telefoongesprek daar zijn een lokaal voor jou. En de gesprekskosten hier voor mij zijn ook lokaal. Dus het is goedkoper als een complete transatlantische verbinding. Sterker nog, als je het zou kunnen doen, een videoverbinding, is het uiteraard veel goedkoper. Dus ja, dat past wel in het Nederlandse model, denk ik. Kun je me misschien iets laten zien van de huidige ontwikkelingen, Adam? Ja, zeker. Laten we even kijken wat allemaal beschikbaar is op See You, See Me. We gaan even een paar sites af. Het leuke is van NASA, dat moment dat de Space Shuttle lucht in, dat zij ook daar beelden van weergeven. Wat je nu ziet is de Mission Control. Het beeld moet een beetje bijtekenen. Terwijl dat aan het gebeuren is, kan ik hier laten zien hoeveel mensen op dit moment aan het kijken zijn naar dit beeld. En af en toe dan, als we aan het praten zijn met de astronauten, dan hoor je dat ook. Want wij hebben hier... Houston, Greg, on your 109 Alpha times. Dan gaan we nu even kijken naar een populaire site waar veel mensen met See You, See Me bezig zijn. En kunnen we kijken dus naar andere mensen. Eens even kijken, wat hebben we? Hier zijn mensen echt bezig met See You, See Me. En wat je hier al onder een beeld ziet, is dat ze aan het typen zijn. En zo kun je dus ook met elkaar communiceren, terwijl je elkaar ook kan zien. Nogmaals, hier zijn de mensen die allemaal daarna aan het kijken zijn. Het zijn er aardig veel. Elke keertje een klikje hoort, ik weet niet of dat hoorbaar is op de achtergrond, betekent dat er iemand bij is gekomen. Kijk, de lijst wordt steeds langer. En dit is gewoon op een doordeweekse dag. Nou, dan had ik van de week nog iets anders aardigs gevonden. Een televisiestation die op het internet uitzendt. En nogmaals, dit is ook gewoon beschikbaar voor mensen in Nederland. Als je het programma hebt. Alsjeblieft. Dit is dus gewoon televisie live op je computerbeeldscherm. Ik zal er even mee ophouden. Dus daar komt het allemaal op neer. Ja, mocht je nou heel mysterieus zijn geworden van het See You, See Me verhaal, dan kun je het allemaal nog rustig nalopen op onze eigen pagina van Veronica Computer Magazine bij Veronica Interactive Plaza.
Heb jij wel eens een illegaal cd-rommetje gekocht, Adam? Nee. Ik heb veel illegale dingen gedaan in mijn leven, maar dat niet. Maar ik neem aan dat het wel veel gebeurt. Ja, dan moet je even blijven kijken, want dat is ons volgende onderwerp in het Veronica Computer Magazine.